naar beneden. Gaat de camper? We staan met z'n eerste vliegtuig. Zie je het eerste vliegtuig? Slaapkamer met veiligheid. We gaan erin. Moet je nagaan die doorheen kijkt. De grootste vliegtuig. Zie je dat puntje? Dat was echt normalistisch. Zwaar. De kinderen kijken. Ga je het plekje? Een hele goeie. Morgen! Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers en we zijn op onze Europa-reis. En we zijn al helemaal in Zuid-Frankrijk. Maar we gaan nog een klein stukje verder vandaag. We hebben hier een paar dagen gestaan, een heerlijke tijd gehad. Het is tijd om weer verder te gaan. Vanochtend regenen en het pijpen stelen. Dus we hopen dat we iets meer zon krijgen. Goedemorgen Lucilla en Luxie of Luusjes. Kom je naast Lucilla zitten? Ach, jongen toch. Luxie zit er ook al klaar voor. Liefie, lekker geslapen? Ja. Jawel, hè? Klaar om weer verder te gaan? Ja. Ja. En Luan ook. Die is daar nog even zijn haar aan het fixen. En Daniel, die is buiten hier al. Ja, alles aan het opruimen. Alles opgeruimd. Ja. Kabel eruit. Dit was het plekje, jongens. En dan in de nacht. Hier hebben we heerlijk... Hoe lang hebben we hier gezeten? 5 nachten. Ja, 5 nachten hebben we hier gezeten. Het was een heerlijk plekje. Vanochtend regende het wel heel erg. Dus in dat opzicht is het ook wel weer lekker om vandaag weer verder te gaan. We gaan nu naar 2 uur rijden naar beneden richting Toulouse. En daar hebben we een volgende camping. Maar voordat we op die volgende camping uitkomen, gaan we naar een heel leuk vliegtuigmuseum. Waar ze ook de hele grote Airbussen hebben. Dus dat wordt ook weer een heel leuk avontuur, jongens. We hebben het plekje lekker ingepakt en wel. En we gaan verder. Dus kijk vandaag weer gezellig. Met ons mee. Mooi plekje, tot ziens. Ja. We blijven je altijd herinneren in onze... En onze vlogs. Ja. Oh, ik moet alleen nog een luier even meenemen. Ja, mee luier nog. Ja. Wij zijn weer onderweg en wij zien een... Supermarkt. De oude vertrouwde Lidl. Wel te verstaan, daar weer. Dus we gaan eerst weer eventjes de boodschapjes halen. Voordat we zo meteen weer helemaal doorrijden naar een nieuwe camping. Daniel heeft het toilet ook weer geleegd. Tank straks. Niet, hè? Nee, tank, heb je nog gezien? Is dat nog vol van ons? We hadden check. Hadden we nog water? Dan heb je ook nog gefilmd laatst. We hebben niet zoveel veel water ja, opgebruikt. Nieuwe camping. Maar wel nieuwe boodschappen. Ja, en ik heb de wc geleegd. En de wc had je geleegd. Dus dan komen we weer helemaal gewoon goed aan op de volgende camping. Ja. Maar eerst even lekker de boodschappen halen. Neem het dus even mee. Want die houdt het niet zo lang een stilstaande camper. En dan blijven de andere kinderen even zitten. Dan ga ik wat sneller door de supermarkt heen. De accu goed leeg voor het slapen. Ja, kan hij daarna lekker slapen als we onze rit weer doen. Dus nog 2 uur rijden? Twee uur rijden, dus het valt mee, jongens. Niet zo'n hele lange rit. Geen 10 uur meer. Dat was volgens mij onze langste rit van de hele reis. Nee, wat we ooit hebben gehad. Wat je ooit hebben gehad? 10 uur rijden in 1 stuk. Ja. Ik weet niet of wij een keer ooit... Nee, jullie niet, nee. Maar het scheelt ook dat jullie heel lang konden slapen in de nacht. Ja, dat wel. Maar hoe kom je nou bij de Lidl? Ik ben echt maar iets van 2 uurtjes wakker geweest. Ja. Dat scheelde wel. Kijk, hier hebben we de Lidl. Hier. Daar. Maar dan moeten we even kijken hoe we er komen. Geen dure Spar meer, hè, man? Nee. Ja, hier af, denk ik. Lidl is favoriet. Lidl is de favoriet. Die heeft ook het fijnste groente en fruit en alles en zo. Vooral dat missen we dan nu weer. Ja, nou jongens, dan ga ik even de boodschapjes halen. Blijven jullie even zitten? Ja. Ja, Luusjes mag mee. En de rest blijft even bij papa. Samen even de boodschapjes doen, jongen. Nee. Ja, boodschapjes doen? Nee. Lekker aardbeidjes. Druifjes. Lekkere brood, lekkere croissantjes. Daar. Kan ik dat meenemen? Ja, daar hebben we brood. En hier hebben we het fruit. Fres. Frans voor aardbeienlusjes. Die hebben we ook. Oh, nee. Dat zit je aan het stoppen te eten. Nou ja, die nemen sowieso mee. Had je honger, jongen? Het is avond eten. Hoe vind je het voor vanavond? Bij de soep kan je even vertellen. Papa. Papa. Niet de mama. Papa. Mama. Papa. Nou, we hebben de boodschapjes gedaan. We gaan nu weer op naar de kassa. Ja. Naar de kassa? Ja. Maar kassa. Papa. Kassa. Op naar de kassa. Papa. Dan gaan we naar papa. Dan is het wel liefst. Papa. Ja, de papa. Nou, even lekker spelen dan maar, hè. Mama die staat in de file bij de kassa, zegt. Ja, ga maar een spelletje doen. Ja. Hé,
Ja. Nou, kids, de rode is er maar aan. Het regent bij me zijn, maar het is wel goed voor de droge natuur. Hè? Ja, dat wel, hè? Dat was hier keurig droog. Nou, Luxie had dat bedacht. Wat wil je gaan doen, Luxie? Dit is allemaal vormpjes. Dan moet je dit allemaal eruit opladen. Heb je zo'n stift? Moet je dit de balletjes erop doen? En zo ben je. Oh, diamond painting. Oh, cool. Dit is een painting. Dan gaan jullie dat even aan de keukentafel doen? Of aan de eettafel? Ja. Dat kan hoor. Tuurlijk. Nou, dus we hebben de boodschap gedaan. Alleen het regen bij je verstelen. Hoe gaan we dat doen? Naar de camper. Gaan we dat doen of niet? Gaan we dat niet doen? Gaan we dat doen of gaan we dat niet doen? Kijk, daar staat de camper. Maar het regent heel hard. Zie je dat? Lucies, gaan we naar papa toe, hè? Ja. Klaar voor de start? Af, daar gaan we. Oeh, een beetje nat. Ja, papa doet de deuren lopen. Zo, zomervakantie. Kom door, jongens. Ja, daar zijn we weer. Luusjes als eerste binnen. Ja, en dan hier. Wat was het? Oké. En kijk. Je moet naar. Ja, maar sturen. Kijk dan, ja. Pak iets in de camper. En dan rijden we door naar Toulouse in de hoop dat daar geen regen meer valt. Nou, ik breng even de kaart. Yo. Silla heeft een hele mooie ketting om. Die heeft ze van de buurman gekregen. En die was nog van de vrouw omhouden? Van de buurman. Ik denk dat je die beter af kan doen. Zeg. Ja? Ja. Okay. Is wel heel mooi, maar je moet er wel heel zuinig op zijn. We zijn in ieder geval aangekomen. Maar ik denk dat ik mijn lange broek ga verwisselen voor een kort jurkje. Want het is super warm hier. Dit jurkje is wat beter, hè? Oh ja, veel beter. Ja, we zijn allebei in de bloemetjes. Bloem, bloem. Nou, let's go. We staan hier in de rij. In de check. Want we gaan naar binnen toe. Het is heel grappig. Het is hier net alsof je gaat inchecken bij het vliegveld hier zo. Maar het is gewoon een kassa. Maar dit museum is heel bijzonder. Want ze hebben hier ontzettend veel vliegtuigen. Zoals ze waren. Ook de allereerste pogingen tot vliegen kan je ook hier zien. Dus de allereerste vliegtuigen. Maar ook de visie op de toekomst. Hoe de toekomst de vliegtuigen eruit gaan zien. Ja, dus misschien als jij straks een papa bent... kan je nu al zien hoe dan de vliegtuigen zijn. Ja. Dat is grappig. Hè? We staan met z'n allen in de lift. Ja. Op weg naar boven. Dan gaan we heel veel vliegtuigen bekijken. Ja. Ik moet zeggen, we zien er best goudbruin uit. Ja, we zijn best wel bruin in deze spiegel. Zeg, hè? Mama's foto net al eens een keer. We zien er goudbruin uit. Ja, bruin. Ik vind het best Je moet er weer eruit. Ja. Wow. Ja. Oeh, komen we terecht. Wauw. Oh, dit is zo'n buis waar je doorheen loopt. Zie je het? Kijk, maar het is platte grond. Oh ja. Ja, het is een heel groot terrein met allemaal vliegtuigen. Kijk, daar hebben we net ingecheckt, daar. En nu lopen we hier. Door deze slurf is dat, hè? Kijk, dit is een van de eerste pogingen om te vliegen. Zie je dat? Ja. Alsof ze zo'n vleugel zo hebben. Oh, dit is groot. Oh, het is hier super groot. Kijk dan. Een van de eerste vliegtuigjes. Kijk dan hoe schattig om daarin te zitten. En dan uiteindelijk naar zo'n groot vliegtuig. Nou, kijk. Cool, hè? Hier hebben ze Engels. Kijk. Engels. Volgens mij gaat deze 137 km per uur. Dat is nog best wel snel. Zo'n vliegtuigje. Dit zijn de mannen die het vliegen hebben uit zitten vinden. Zie je? Beetje geschiedenis, jongens. Kijk. Hier kan je inkijken. Zie je dat? Kijk.
Dit is de binnenkant van zo'n vliegtuig. Mooi kijken wat voor isolatie daarin zit, hè? Kijk dan. Zo. Dit is een binnenkant, ja. Dat hebben ze gewoon opengezaagd. Zie je dat? De binnenkant van zo'n Airbus. Zo, het tenminste. Er ligt zo'n papier vliegtuigje. Oh ja. En dat is de cockpit. Daar zit je dan in, daar, dat stukje. Kijk dan hoe groot. Oeh. Oh, dat is helemaal een oud vliegtuig. Dat lijkt me ook hartstikke eng. Kijk dan, als je daarin hebt gezeten. Kijk jongens, zou dit het eerste vliegtuig zijn? Ziet er wel heel schattig uit. Er is zo'n klein rieten mandje daarbovenop. Ja, lijkt me toch hartstikke eng. En dan uiteindelijk is dat het vliegtuig zoals we het nu kennen natuurlijk. Mooi hè? Of dat vliegtuig daar. Dat is een heel klein vliegtuigje. De eerste moderne vliegtuig. Ja, leuk hè? Ja, dat is gewoon een vliegtuigje met fietsenbanden. Ik kan het haast niet voorstellen dat echt... Zou dat gevlogen hebben? Zo begon het. Zou diegene het overleefd hebben, vraag ik me af. Nee, ja, ik denk het niet. Want toch? Stel dat je al 10 meter boven de lucht bent en je zit in zo'n rietmandje, is het toch doodeng? Als ja, dat weet ik ook niet. Kijk dan, jongens. Dat was een van de eerste vliegtuigen. Ja. Een van de eerste vliegtuigjes, en dan ja. En moest je trappen om... Ja, dan moest je fietsen. Om snelheid hier, te maken. Het is gebouwd in 1909. First flight. First flight. Is dit de first flight? Ja, first flight. Dit is de first flight. Wauw. Dat is wel heel gek te bedenken, hè? 1909. Lang geleden. Ja, heel lang geleden. Tenminste, voor ons. Vorige eeuw. De vorige eeuw. Ja, hoe snel? 65 kilometer per uur. 65. Ja, maar zo hard moet je wel kunnen gaan om te kunnen vliegen natuurlijk. Anders dan ga je niet de lucht in. Ja. Dan krijg je wind onder de vleugels. Zelfs wat uitgevonden. Wow. Bizar, hè? Maar wat ik me eraf ga gedaan, hoe hebben ze die vliegtuigen in deze hal gekregen? Ja, kijk die grote vliegtuig dan. Een puzzel. Ja, eerst die grote. Zou die kap open kunnen of zo? Ik weet het niet. Maar dat vliegtuig, kijk dan hoe groot die is. Die is wel groot. Zit hem op binnen vastgebouwd. Ja. Oké, okay, daar heb je Star Wars hier beneden. Ja, leuk. En ja, daar lopen we zo meteen ook even langs. Kijk, man, daar. Zie je dat Lego ding? Ja, die is vet Star hè? Wars. En nu, en ik kreeg zo'n een. Vroeger van mijn opa en oma opblaasbaar. En die had papa op mijn slaapkamer met touwtje opgehangen. Oh ja? Ja, zo'n een opblaasbaar. Zo'n vliegtuig. Ja. Kijk jongens, dit is een Concorde. Ja. Papa die heeft daar wat over te vertellen. Een Concorde die heeft een straaljager straalmotor. En daar konden ze normaal al de passagiers mee vliegen. Maar omdat die zo hard gaat, zie je hoe klein die raampjes zijn? Ja. Het ging zo hard dat op een gegeven moment uit veiligheid mocht hij niet meer vliegen met passagiers. Omdat er toen een ongeluk mee was gebeurd. Oh. Maar deze vloog mensen op straaljager tempo naar zo. De bestemming. Hoe snel gaat een straaljager dan? Ja, dat googelen maar. Moet je zo meteen even kijken. Ja, 1500 km. Straaljager die gaat echt als een soort raket door de lucht. Eigenlijk zijn het een beetje gevechtsvliegtuigen. Ja, kleine raampjes. Ja, het zijn inderdaad kleine raampjes. Maar je kunt er ook in, hè? Zullen we er eens in? Oh, Luan heeft het op. Dit is de verkeerde Lu. Of wel? Concorde. Waar kun je zien hoe snel die gaat? Concorde, hier. Zo nee. Hard? Nee, dat is meter. Maar is dat dit niet? Ja, speed. 2000. 179 kilometer per uur. Pap, weet je hoe snel die gaat? 2179 kilometer per uur. Zo, dat is echt supersnel. Dat is gewoon twee keer zo sneller dan een normaal vliegtuig. Twee keer zo snel als een normaal vliegtuig. Nou, de kinderen zijn heel erg onder de indruk van de Concorde. En hij is echt heel groot. Moet kijken hoe lang die is. Maar we gaan erin. We gaan kijken, jongens. Papa kan ook mee. Ja. Kijk, het is ook een klein deurtje. Je moet je hoofd niet stoten. Maar kijk, jongens. Oh, daar is de cockpit. Kijk dan. Daar zit je dan in. Dus meer dan 2100 kilometer per uur, zeg maar. 2179 kilometer per uur gaat het. Supersnel. Kijk dan. Bonjour. Ja, kijk. Oh, en moet je al deze knopjes... Zo, die knopjes. En zie die raampjes. Die zijn dus zo klein, omdat die zo snel gaat. Daarom zijn het zo kleine raampjes. 2000 kilometer. Ik had het niet gedurfd hoor, zo'n ding te gaan. Nee. Dus het gaat gewoon twee keer. Nee, maar dat gaat ook niet meer, hè? Het vliegt ook niet meer voor de veiligheid. De veiligheid. Maar kijk dan al die knopjes hier dan. Hé, dit zijn de stoelen. Ja, dat zijn de stoelen. Zo, zit je dan als passagier zijnde? Met 2000 km per uur. Het was ook echt een vliegtuig voor de rijken en de elite. Hè? Want een kaartje van mij was duur, jongen. Ja, was duur. Ja, maar wel 10 keer zo duur dan normaal vliegtuig. Ja, maar dan ga je ook 10 keer zo hard. Bijna 10 keer zo snel. Oh, dan heb je een hele rij.
Kijk. Dit oog, ik heb wat schattig, dit een wc'tje. Maar mama, hoe kon je rustig was naar die wc? Oh, maar dat merk je niet. Nee, in de lucht merk je niet dat je zo hard gaat. Mama, kijk dan. Ja. Dit ziet er wel heel leuk uit. Nee, volgens mij was dat een business. Of is dit een business? Volgens mij is het hele vliegtuig business. Ja. Kijk dan, hoe leuk. Ja, heel bijzonder. Nee, dan blijft het goed bewaard. Kijk, als allemaal mensen er langs gaan lopen, dan ja, gaat het op een gegeven moment gaat het dan een beetje kapot. Er is nog een knuffel. Ja. Ik, volgens mij is dat van het museum. Ik zie overal die knuffel liggen. Volgens mij is het een soort speurtocht of zo. Want ik zie overal die knuffel liggen. Hier zat de steward. Kijk dan hoe vet is het. Wat? Hier zat de steward. Ja. Super stoer dit. Ja, hier een steward. Steward, ja. Moet je nagaan dat dit ding ook echt heeft gevlogen. Het heeft echt gevlogen. Ja. In de lucht. Bizar. En ik vind het ook zo raar te beseffen dat het ding echt heeft gevlogen met 2000 km per uur. Ja, hè? Zo hard, hè? Ah, en we kunnen meteen naar een volgende vliegtuig. Oh, kijk. Superleuk. Dat is deze, hè? Oh, dit is een hele route door allemaal vliegtuigen. Ja. Vet. Dit is echt heel leuk. Wauw. Zie die vleugel. Dat is echt een vet grote vleugel. Ja. Papa, je croissantjes. Wow. Oh, je verliest je croissantje. Je lunch. Weet je waar de benzine in zat? Nou? In deze vleugels. Echt? Hoe weet je dat allemaal? Hallo, vliegtuigen was mijn droom als jongen. Oh ja? Ik wilde piloot worden. Nee, dat hoor ik voor het eerst dit. Ja. Wilde jij piloot worden? Opa ook. En die werd machinist. Studie was iets te lang. Ik word maar gewoon eigen baas. Oh. Ja, daar ben je nog steeds aan studeren. Hier is de tank. Benzine in. Ja, onderin hé. De vleugel. Kijk dan hoe vet dit is, joh. Ik weet niet of het overkomt op vlogbeeld, maar het is gigantisch groot hier. Eigenlijk wou ik wel mijn drone hebben, maar dat mocht. Stel dat je bijvoorbeeld tegen zo'n ding gaat. Nee, je kunt niet met een drone vliegen. Oh, daar hangt er ook nog heen. Kijk dan, daar hangt ook nog een vliegtuig. Dat is een zweefvliegtuig met opa gezeten in Leeuwen. Ja. Oh, daar. Oh ja, daarachter. Mama, kijk wat een grote vliegtuig. Ja, groot is dat, hè? Wat is dit? Volgende vliegtuig. Nou gaan we hierin. Oh, dus interessant. Dan kan je kijken waar je koffers zitten. Kijk, nee, maar dan, je kunt hier doorheen kijken. Hier liggen alle koffers. Super vet. Leuk, dit is wel heel leuk gedaan, hoor. Ik heb een toilet. Oh, kijk. Oh ja. Ik geef naar de toilet. Ja. Kijk dit dan. Leuk. Oh, en de kokker, daar zit ook echt iemand. Net dan. En weer die knuffeltjes. Ja, weer die knuffeltjes. Is volgens mij een speurtocht of zo. Een mascotte of zo. Ja. Maar ik vind het echt leuk gedaan, want zo kan je zien hoe die helemaal geïsoleerd is en alle draden hier lopen. Het is wel heel leuk gedaan, hoor. Dat zie je normaal gesproken. Ik heb wel echt respect voor dit museum. Dit is allemaal eens gedaan. Ja, het is wel echt heel... Dit is een aanrader, jongens. Als jullie in de buurt zijn, in Toulouse, is dit wel een aanrader. Zelfs de kinderen vinden het interessant. En wij ook. Hier zo mee de koffer. Ja, kijk maar. Hier leggen ze koffers neer. Dat is voor de bagage. Dus als wij in de vliegtuig zitten, zitten onze koffers hier ook. Ja, we zitten er ook onder. Maar dan zie je dat niet. En zou je hoes en pit meenemen? Die zitten er ook in. Ja, maar dat doen we niet. Ik vind echt dierenmishandeling. Ja, dat is lekker overnomen. Ja, die laten we lekker overnomen. Dit is de keuken. Nou ja, de keuken is ook kan zo. Een keukentje. En dit kennen we wel, hè? Ja, wij waren een keer bij een hotel. Dit kennen we wel. En dan, we waren een keer bij een hotel. Ja. En dat was voor de videoclip van Samen de Wereld aan. Ja. En daar was ook de grootste vliegtuig. Nee, dat was niet het grootste vliegtuig. Ja, daar hadden ze ook een vliegtuig buiten bij het hotel staan. Ja, maar volgens mij hebben we ook een keer meegemaakt dat ze in een grootste vliegtuig waren. Ja, dat was zo'n, een Boeing. 747. Dat was dat toen, ja. Ja, dit is wel heel mooi. Ja, heel mooi. De Airbussen, die zie je zo meteen. Ja, zometeen de Airbus. Dat is een dubbeldekker. Ja. Maar vliegen die Airbussen nog? Ja, die gewoon. Hier, mama, kijk, zie het verschil. Dit is de business class. Oh ja, dit is de normale. En dit is de business class. En hier hebben we business class. Ja, dat is wel business class dit, hè? Ja, heel papa. Dat is wel poepie chic. Ja. Nou, de volgende keer gaan we in de business class dan. Ja. Oh, man. Ja, oh, en dit is helemaal business class. Dit is echt helemaal Dubbel XL business class. Kijk dan. De sushi ligt er op tafel. Wauw. Wauw, jongens. Wat een verschil. Nee, nog business. Dat neem je. Gewoon een hele hotelkamerbed, joh. Kijk dan. Nee, mama, het kan nog business. Oh, nee, een hele keuken. Een echte keuken.
Dat is mooi. En nog mist de zin. Nee. Kijk dan, je kunt douchen. Nou. Superleuk. Heb je ze niet erbij gekund of zat dit ook al? Nee, ik denk dat dit wel erin zat. Ja, dan kun je dan extra bijboeken en betalen. En dan kun je... Nee, Shorty staat er toch? Nee, we moeten weer terug. Shorty, oh, moet je nou weer terug? Oh, nu moeten we weer terug. Moeten we weer terug? Moeten we weer door de... Hoe heet die? Door de condor. Condor 1. Ja. 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 Zeg je nou, wie daar wakker wordt. Een hele grote vliegtuig. Twee vliegtuigen. Kom eens op zitten, kijk eens. Kijk dat snoetje dan. Hé, Lusjes, wat is dat allemaal, jongen? Die veevliegtuig bed. Mooi, en hè? Een keuken, met een badkamer en een douche. Oh, ja. Nou, papa wil nog even Lusjes laten zien. Lusjes. We hebben net een concorde gezien, die kun je in de filter kijken. Ah, ja. Maar dit vind ik wel mooi. Kijk naar dat vaas. Ja, dit is heel vet. En hier de kokkerbrood door. Het ziet er heel vet uit. Hier heb je Kijk, dat is de cockpit. Oh, die oogjes, die oogjes. Zie, daar zit er iemand. Mooi, hè? Van de piloten. Dat is een pop. Ja, dat is een pop. Dus voor het idee, hè, dat het er zo uitzag ongeveer. Weet je wat gek te beseffen is? Als we nu naar buiten lopen en dan moet je naar het vliegtuig kijken, te beseffen dat dat er allemaal in zit. Ja. Kijk, wat jullie dus net hebben gezien, ziet er dus zo aan de buitenkant uit. In de eerste instantie denk je gewoon, het is gewoon een vliegtuig. Ja. Maar het is gewoon een hele appartement in dat vliegtuig. Super vet. Ja, was echt leuk. Zo groot deze zijn. Niet normaal. We zijn nu dus beneden aangekomen. En hier gaan we ook nog verder kijken. Straaljager. Deze jongens, dit is echt zo. Die zie je wel eens bij ons overvliegen. Echte straaljagers. Wat is dat voor een vliegtuig? Een autovliegtuig. Ja. Zie dat puntje, jongens. Ja. Zie dat puntje. Zo snel is gaat hij. Is dit echt in de lucht geweest? Ja, deze zijn allemaal echt in de lucht geweest. Ja. Deze dingen hebben ze nog steeds van de lucht, hoor. Ja, ja. Die hebben ze nog steeds. Ja. Oh ja. Maar waarom heeft hij nou zo'n punt of zo'n dop neusje? Dit is een beetje een gek neusje dit. Is het een vliegtuig in Lusjes? Mij, zegt hij. Is dat voor jou? Een kleintje, kijk dan. Hé, hey, is dit niet een vliegtuigje wat van de toekomst? Of is dit er al? Nee, dit is van de toekomst. Nee, ik, denk ik heb dit nog nooit gezien, zo'n vliegtuig. Mama, kijk. Dat is een ding van een vliegtuig. Ja, propellers. Propellers zijn mama, dat. Wat is dit? Gaan we even kijken. Wat is hierin te zien? Niks. Een tv en een bankje. Mama, kijk. Oh. Hier kun je nagaan hoe een business stoel voelt. Nou, ga zitten. Hoe voelt dat? Nou, hoe voelt een business stoel? Hoe voelt een business class stoel? Nee, kijk of die wel... Nou, je kunt je benen naar voren doen. Wacht, kijk. Het is wel echt spectaculair om hier tussen al die vliegtuigen door te kunnen lopen. En ze zo, van zo dichtbij te kunnen bekijken. En zelfs te kunnen zien hoe het er aan de binnenkant mama. Allemaal eruit ziet. Echt super interessant. Ja. Dat is de hele motor van die. Ja, bizar, hè? Dan hebben ze dus alles eraf gehaald. En dan kun je zien hoe zo'n motor eruit ziet. Dit is een straaljagermotor. Kijk, dit is de motor. Van een straaljager. Ja, dat kan je zien. Hebben ze eraf gehaald. En dan is dit wat eronder zit. Kijk, dit zijn de motoren van vliegtuigen. En dit ook, dit hele rondje. Kijk dan. Daar staat Daniel. Moet kijken hoe groot het is. We lopen nu onder de Concorde door, jongens. Kijk dan, we zijn helemaal onder de indruk van dit. Vier straaljagers. Motoren, ja. Ja. Mooi, ja. Ja, je loopt dan gewoon onder de Concorde, jongens. Kijk dan. Nou, Luxie heeft daar een lekker plekje gevonden. Dit is een lekkere stoel, Luxie. Hé. Hey. Je kunt wel een tijdje volhouden. Deze man is net zo groot als mij. Ja, een wiel is net zo groot als Lucilla. Kijk dan. Heel vet. En hier? Hier zie je ook vliegtuigjes. Mooi, er is echt zoveel te zien. Hier, simulator, Concorde. Oeh. Weten jullie wat een simulator is? Nee. Doen alsof. Dus als je erin bent, dan kan je doen alsof je echt... Dan zie je beeld alsof het echt zo is. Zo leren piloten bijvoorbeeld ook vliegen, hè? Eerst in hun simulator. En ze erin. Ja. Schattig, hè? Ja. Echt heel leuk. Nou, daar is de simulator. Gaan we eens even kijken hoe dat is. Zo leren ze het natuurlijk wel, hè? Ja, alle piloten. Alle piloten. Beginnen met een simulator. Hm? Oh, dit is een simulator om alleen maar even te laten zien hoe een simulator is. Je kunt niet echt... Ik denk, je kunt echt vliegen, maar... Ik denk,
Johan is ook overal foto's aan het maken met zijn eigen iPhone. Ook voor naar opa en oma, maar ook voor zichzelf. Hij vindt het ook super interessant. Niet alleen maar voor opa en oma, voor jezelf. Voor jezelf. Niet alleen maar voor opa en oma, ook voor zichzelf. Voor zijn klasgenoten. Misschien zien... Oh ja, hij heeft natuurlijk een app met zijn klasgenoten. En daar appen ze ook wel eens foto's in. Ook voor in de app, voor de groepsapp. Hé, hey, ja? Voor je vrienden. Ja. Ken je een lekker appeltje? Mooi. Ja, is mooi hè. Allemaal vliegtuigen. Dat is niet alleen de motor, dat is echt een... Oh, echt? Wat is dit dan? Het is wel een heel gek vliegtuig. Ja, maar waar zijn de vleugels dan? Ja, maar ik denk dat dit het basisstel is. Want je hebt ook nog vleugels nodig. Nu gaan we naar buiten toe. En daar staan ook ontzettend veel supermooie grote vliegtuigen. Alleen het waait buiten wel een beetje hard. Dus het kan zijn dat ik daar even een muziekje onder zet. Omdat jullie anders ons sowieso niet horen. Maar de beelden zeggen denk ik genoeg. Dus wij gaan eens even kijken wat voor mooie vliegtuigen er buiten allemaal staan. Het was echt super vet, jongens. Echt, die Airbus is zo groot. Kun je bijna niet voorstellen hoe groot die is. Maar we gaan hem nu even kijken. We gaan, ik denk ongeveer 70 meter. Nee, ik weet niet precies hoeveel meter, maar hoeveel konden erin? Hoeveel mensen? 500 stoelen. Net zoveel als in onze première. Ja, in een bioscoopzaal. Ja, vet, hè? Ja, ik ben met z'n allen op vakantie, jongens. Ja, de volgende première gaat in de Airbus. Gaan we echt met z'n allen op vakantie. Dit is erin. Kijk dan hoe groot. Oeh, gaan we daar even kijken. Kijk dan. Moet kijken hoe breed die ook is, hè. Dit is de binnenkant. Je ziet een raampje erbuiten. Moet je al die draadjes zien. Ja. Kijk, dit is de onderkant. Wauw. Kijk, hier ben ik. En hier, dit is de cockpit. Oh. Zo hé. Zou je maar zo'n groot vliegtuig besturen hé. Wow. Dat is super vet. Je kunt zelfs de Airbus kun je een verdieping naar boven. Zie je dat? Kijk jongens, zijn we boven aangekomen. Mama, dit waren echt de mensen die hierin zaten. Ja, inderdaad. Deze hebben hier allemaal ingevlogen lijkt wel. Ja, papa, deze super vet. Die hebben allemaal in de Airbus gevlogen. Maar daar heb je de business suite. De business suite. Ja, oh ja. Ik zie het, ja. Och, kijk dan. Wauw. Dit is de bar, jongen. Mag ik een champagne? Vette Lucius. Een champagne. Ach, kijk dan, jongens. Een champagne. Dit ziet er wel heel mooi uit. We zijn allemaal een beetje onder de indruk, jongens, van deze. Dit vliegtuig gebeuren hier. Heel mooi. Daar kan je denk ik zitten, daar val je niet om als het vliegtuig vliegt. Een soort barretje waar je kan hangen, denk ik. Dit is gewoon de bar. Leuk hè? Ja. Wat wilt u bestellen, cocktailtje? Een champagne, Jack Daniels. Oh, dan kijk ik dit. Jägermeister. Oeh, lekker. Ze zijn wel leeg hoor. Wie loopt deze nog zo? En dat tapijtje is ook zo lekker hè? Ik wil een keer zo heel leuk. Ja, we moeten een keer een business class nemen. Nou, zullen we dat maar een keer versparen dan? Nou, we gaan gewoon voor een business class. Ja, we hebben eerst gespaard voor deze reis, jongens. Ja. Dat was ook al een hele kluif. Oké, man, dit is dan de normale. Ja, maar weet je wat het verschil is, Luan? Deze mensen die hier zitten, gaan naar exact dezelfde locatie als de mensen die hier zitten. Maar jij hebt ook een luxere plek. Ja, maar je vakantiebestemming wordt er niet beter of minder beter op. Nee, dat niet. En je hebt nog wat meer geld op je rekening staan. En dan kun je weer investeren en dan kun je weer meer van maken. Hè, papa? Ja, wat is er? Even kijken, wat zien we hier? Oh, Liesjes, dat is mooi.
Is dat kunst aan de muur? Dat is mooi. Ja, dit is... visjes? Het is geen visjes, maar het is wel mooi. Je hebt hier een loungebar. Ik weet de nut er niet van, maar... Oh, kijk eens uitzicht. Oh, joh. Hele bank. Kun je gewoon loungen terwijl je aan het vliegen bent. Ja, jongen. Kijk, je hebt hier de raampjes. Hier kan je zo naar buiten kijken. Daar liepen we net. Grappig, hè? En die bank hebben we een beetje op thuis. Die we hebben wel. Ja. Ik wil een keer zo'n vliegtuig vliegen. Ja, ik weet. Vliegen deze vliegtuigen wel, of niet? Ja, maar zeker. Waar vliegen ze dan naartoe? Dubai. Nee, Australië. Dubai toch niet? Meer naar Amerika of zo. Ik denk hele verre verre landen. Singapore. Ja, ah, ik vind het wel echt een hele mooi vliegtuig. Ik ben op onze bank van Ikea. Ja, ja, wat, die bij ons onder de veranda staat. Ja. Alleen niet zo verkleurd dan. Nee. Hetzelfde stoffie. Grappig hoor, jongens. En hier nog een barretje. Hallo, kan ik hier wat bestellen bij jou? Heb ik hier wat, wat lekkers achter de bar liggen? Een paar manusjes. Maar hier kan je nog zitten. Ja, oh ja. Hier kan je dan zitten, ja. Hier is het barretje. En dan zit je zo aan de bar in het vliegtuig. Nou, dat is toch bizar. Ik vind het ook zo leuk dat je overal kan kijken. Dat je overal in de vliegtuigen gewoon kan kijken. Niet alleen van de buitenkant. Niet alleen van de buitenkant, maar ook van de binnenkant. Ja, nusjes. Oh, plof. Plof op de baan. Ja, we gaan weer verder, jongens. We gaan weer verder. We moeten weer een trapje naar beneden. We gaan naar beneden toe en dan komen we hier weer uit. Hier is weer beneden. Een soort winkeltje. Jullie kunt boekjes halen. Ja, jongen, kom hier naar beneden. Goed zo, Lusjes. Goed zo, Lusjes. Loop je door de trap af. Hoppatee. Kijk eens hoe die dat doet. Oké. Goed zo. En toen was je beneden. Ja, sta ik hier een YouTube-hitje op te nemen. Dat zometeen heel de kinderwagen van de trap af valt. Of blijft het gewoon bij heel erg teamwork? Teamwork. Nee hoor, dit ging helemaal goed, jongens. Dit ging helemaal goed. Kijk dan maar ook hoe breed die is, hè? Van helemaal van daar, helemaal naar daar. Zo breed. Grappig, hè? Indrukwekkend. Heel indrukwekkend. De magnifique. De wifi kabelen. Dit is het werkplekje van papa. Ja, en dan doe ik nog zo'n ja, toch? Ja, jongens, mama, dat staat. Mama, ja. Zo leuk om te zien. Luan is overal aan het kijken naar de bordjes. Hij wil alles lezen, overal foto's van maken. Maar zoals jullie horen, het waait hier wel een beetje. Maar we gaan zo meteen naar de camping toe. Dus we zeggen het museum, het was echt super mooi. Zeker een aanrader. En we gaan terug naar de camper en dan door naar de volgende camping. Vind ik comfortabel, ben je indrukwekkend. Ja, zelfs Daniel is helemaal onder de indruk, jongens. En de Airbus was ook heel erg indrukwekkend. Super mooi. Dit vliegt niet meer. Nee. Maar in welke tijd mocht je niet meer vliegen? Tot 2005, toen mocht het niet meer. Nee. Nou, het vliegtuigmuseum. Arva. Arva, dag Luan, dag piloot. Nou, een heel indrukwekkend dagje in het vliegmuseum. We zijn weer in de camper en de kinderen hebben dorst, dus ik ga even drinken maken. Voordat onze reis verder gaat, nou ja, verder. We zijn er eigenlijk al bijna, jongens. Ja, dit zijn de kaartjes. Wil je die bewaren? Kijk, dit zijn de kaartjes. Ja. Die zijn als aandenken. Vroeger deden we dit in een plakboek, weet je dat nog? En Luan die heeft opgezocht. De opvolger, Concorde in zicht. Luan die is heel erg onder de indruk van die Concorde ook. Ook van die Airbus, maar ook van die Concorde dat hij nu niet meer vliegt. En dat er een ongeluk mee is gebeurd, heeft hij opgezocht. Misschien gaat hij er wel eens een spreekbeurt over doen. Ja, dan kan je ook meteen vertellen dat je er bent geweest. Moet je onthouden, jongen, voor je volgende spreekbeurt. Op 7. Oh, papa die gaat even van de plekje aan de kant. Ja, voor de schuur. Voor de schuur, anders kan hij de deurtje niet open doen. Dus hou even allemaal vast, jongens. We moeten nog een uurtje rijden. Nog een uurtje. Ik dacht, we waren al bijna. Het is toch nog een uurtje. Oh ja. Papa telt er altijd een beetje bij op. Dus, dan lijkt het minder lang. Dan lijkt het minder lang. Appelsappie? Ik wil... Lekker appelsappie? Ja. Ik wil het anders. Nee. Oh, jij deze kleur, hè? Of wil je blauw? Welke kleur wil jij? Nee. Blauw? Ik wil lekker dood. Blauw? Met een riet erbij en een dop erop. Dat is wel zo handig. Even wachten, doe deze erop. Deze. Kijk. Super handig dit soort bekers. Kijk eens, jongen. Doe maar lekker drinken. Ja?
Had goed gedaan, hè, vent. Hé, hey, had je grote vliegtuigen gezien, hè? Ja. Nou, jongens. Op naar de camping. Ondertussen zijn wij aangekomen op de camping in Toulouse. En voordat we naar onze plek gaan, eerst even een water tanken, jongens. Met de waterslang. Ja, hebben ze wel een slang erbij. Je hebt een volle koelkast. Nu even een water tanken. Ja. En dan gaan we zo naar het plekje. Ja, nou jongens, hier hebben wij het plekje. Ja, hoe gaan we dat precies doen? Kijk, dit is het plekje waar we komen te staan. Het is best een pikant plekje voor zo'n grote camper. Dus we gaan kijken hoe ver... Kijk, je bumper gaat hier niet over de rand heen. Dat gaat niet. Kan ook niet. Daarboven met die boom. Zie je dat? Ja, klein stukje nog. Ja, ja. Kom maar even kijken. Uiteindelijk is het gelukt om op het plekje te komen. En is dit waar we nou zitten? Kijk jongens, het volgende plekje. Ja. Luxie en Lucius die zijn lekker aan het spelen op de poef. En hier hebben we ons plekje. We gaan morgen aan jullie de hele camping laten zien. En wat er allemaal te doen is. En gaan we een lekker chill dagje doen op de camping. Maar dat gaan jullie morgen in de vlog van morgen allemaal zien. Voor nu zeggen we jongens, vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even de... Dankjewel. Vergeet niet te abonneren, klik het belletje. En dan zie je graag morgen weer in een nieuwe... vlog. Tot morgen.